Tijddimensie. We weten nu inmiddels wat dimensies zijn. Laten we eens kijken naar een aantal verschillende soorten dimensies. De eerste dimensie is de tijddimensie. Elk rapport heeft een tijdschaal. De waarden in een rapport zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld een dag of een maand. Vaak wordt gevraagd om een overzicht, bijvoorbeeld van jaar tot jaar of afgelopen kwartaal. Je hebt dus altijd een tijdschaal nodig. Het mooie is dat een tijddimensie een normale dimensie is. Het is dus een gewone dimensietabel dat velden bevat die op de factor tijd betrekking hebben. Het gaat om velden met een datumeenheid. Oké, okay, hoe ziet dat er dan uit? Hier hebben we een dimensietabel met datum, ook wel DimDate, DimTime of DimCalendar genoemd. Bovenaan zie je een sleutel met een DateKey. Dat is de sleutel die gebruikt wordt om elke regel uit de feitentabel te koppelen aan een datum in de datumtabel. De datumtabel bevat velden met uitgebreide datumattributen. Hier staat bijvoorbeeld de naam van een datum, eventueel in meerdere talen, het nummer van de maand, het nummer van de dag, de naam van de dag, het nummer van het kwartaal, etc. Deze tabel kan zo uitgebreid worden gemaakt als nodig is. Wat belangrijk is, is dat je natuurlijk ook een hiërarchie hebt. Hoe zit die hiërarchie dan in elkaar als je met weken werkt? Vaak wordt gevraagd naar een rapport per week met weeknummers. Dan zul je merken dat als je een hiërarchie van jaar naar maand naar week hanteert, het niet lekker loopt. Het overlapt elkaar. In zo'n geval zijn er twee verschillende hiërarchieën aangemaakt. Eén voor jaar naar week en één voor jaar naar kwartaal, naar maand naar dag. Let er goed op dat dit niet gebeurt in de tabel zelf. Aan de tabel verandert niets. Het is nog steeds DimDate, maar de Data Warehouse Software biedt de mogelijkheid om de hiërarchie hierin te creëren.